vandaag hebben we een aantal leden van de officiële Michael Jackson fanclub bij mij. En we gaan die natuurlijk een aantal vragen stellen. En eens kijken wat ze van onze dansgame vonden natuurlijk. Wel, mijn naam is Vincent de Kok, fan van Michael sedert mijn 7 jaar. Nog niet zo lang geleden dus. Reeds toen liep ik al rond met een cassettebandje met daarop de muziek van Ben. En ja, al de jaren die daarop volgden ben ik gewoon meegegroeid met Michael en de Jacksons. En is dat dan ook sterker geworden met zijn dood? Of zeg je, nee, ik was al daarvoor echt een serieuze fan van Michael? Het is eigenlijk sterker geworden door twee manieren. Ten eerste, door het feit dat ik zelf zoveel verdriet had, ben ik in contact gekomen met andere mensen en heb ik eigenlijk de Magical Child, dus de officiële Belgische Michael Jackson fanclub, leren kennen. Laat ons eens horen bij jou natuurlijk. Wat is jouw ervaring juist met de Michael Jackson Club en wanneer is jouw grote fan zijn, zal ik maar zeggen, echt ontstaan? Wel, dus vroeger turnde ik. Ik heb dan na een blessure mocht ik niet meer turnen. En ben ik in contact gekomen. Echt, de videoclipjes van Michael. Maar natuurlijk ben ik dan meer te kijken naar die dansmoves en zo. En dan ben ik eigenlijk onder invloed van Michael ook beginnen dansen. En ja, over de jaren, zoals Vincent zegt, leef je daarin mee. Je ziet al die nieuwe clips, die evenementen. Natuurlijk ook de mindere momenten. En ik ben eigenlijk pas terechtgekomen bij de Magical Child, de officieel Belgische fanclub, na zijn dood, jammer genoeg. En hoe kunnen mensen eigenlijk juist fan worden van die fanclub? Moeten ze daar iets speciaals voor doen of zo? Wel, ze kunnen bijvoorbeeld een e-mail sturen naar het hieronder staand e-mailadres, links-rechts, dat nu in beeld verschijnt. Of eventueel als ze op Facebook zitten en ze typen in Magical Child, zien ze automatisch ook de foto en de fanclub van Michael Jackson. Dus de Magical Child. Voilà, je ziet het, is helemaal niet moeilijk natuurlijk. Maar vandaag hebben jullie ook die dansgame even uitgetest, exclusief bij ons, want het is de eerste keer dat die wordt geprobeerd door jullie. Hoe vonden jullie dat? Fantastisch, keiveel fun, muziek is prachtig. Het is eigenlijk net alsof je samen met Michael een beetje aan het dansen bent. Ik heb er echt van genoten, het was zalig. En zouden jullie het ook aanraden aan andere mensen? Absoluut, absoluut, absoluut. Ja, ja. Super, super, je hoort het, alleen maar positieve ervaringen ermee. Zijn er ook puntjes waarvan je zegt van dat zouden we eventueel nog wel kunnen veranderen of verbeteren? Ja, wat dat eigenlijk misschien wel kan verbeterd worden, het spel komt blijkbaar maar uit 25 november. Misschien zou dat morgen al kunnen uitkomen? Of, Dat is een beetje moeilijk natuurlijk, maar 25 november, dat is binnen een aantal weken toch. En jullie hebben het in ieder geval toch al exclusief kunnen uittesten. Dus laten we eens kijken naar die beelden natuurlijk.